Welkom bij HHC TV. Mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 Videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Samen maken we HHC. Dennis, is dit het hoogtepunt uit jouw voetbalcarrière eigenlijk? Nou, om heel eerlijk te zijn, nog niet. Nee, dat niet. Ik heb natuurlijk in het verleden ook Eredivisie al een keer gespeeld. En dan maak je natuurlijk ook op dat moment, als je prof geworden bent, zijn dat natuurlijk je hoogtepunten. Maar in de laatste 4 jaar als amateur hier bij HHC, ja, dan is dit binnen HHC wel een hoogtepunt inderdaad. Dat wel, ja. Wat een feest, hè? Ja, ik zei net ook al, ja, je hoopt natuurlijk op een stunt. En je hoopt natuurlijk dat je lang mogelijk nul houdt en misschien een keer een counter krijgt om de 1-0 te scoren. Ja, ik moet zeggen, we hadden nog best wel aardig wat mogelijkheden dat de kans is. Niet heel scherp uitvoeren elke keer, maar op een gegeven moment, de tweede helft komt Glenn goed door. Ja, die maakt hem keurig af. En ja, dan zie je de 1-0 en denk van, nou, ik denk dat we dit wel vasthouden. En dat, ja, dat gevoel wordt steeds sterker. Wanneer wist je eigenlijk van, we gaan dit gewoon winnen? Nou, toen ik de vrije trap scoorde, toen had ik wel gevoel, ja, die geef ik niet weg. Ze hadden sowieso heel veel moeite met kansen creëren. En de kansen die ze hadden waren meer een beetje kopballetjes of voorzet van de zijkant, waar de keeper gewoon erg goed om zijn goal stond. Ja, bij de 2-0 wist ik gewoon, ja, dit gaan we niet weggeven. We staan gewoon zo sterk te verdedigen. Dit slepen gewoon over streep heen. Hoe gaan jullie dit vieren met z'n allen? Ja, hoe gaan we dit vieren? Ja, kijk, ik heb natuurlijk van tevoren gehoopt. En ook voor financieel voor de club is het natuurlijk mooi. Ook voor de spelersport is het mooi natuurlijk dat je weer wat financieel wat sterker eruit komt. Je kan als team kunnen nu een mooie reisje maken, denk ik, in de vakantie. In plaats van een weekendje Schiermonnikoog kun je een weekendje of een weekje Curaçao bijvoorbeeld boeken. Dat is ook leuk. Ik denk dat dat ook een beetje mee zal spelen om dit te vieren. En voor nu, ja, gewoon lekker van genieten. Zometeen nog 1 wedstrijd denk ik, dan hebben we winterstop. Ja, dan ga je toch gewoon lekker de winterstop in en dan gewoon kijken naar de loting weer. Weet je al wat je gaat doen volgend seizoen? Want er wordt links en rechts wat geroepen. Er worden wat geruchten in de groep, maar nee, ik weet wat ik ga doen. Ja, ik heb aangegeven dat ik bij HHC ga stoppen. Ik heb mijn woning te koop staan. Dus als de mensen nog een mooie woning in Hardenberg willen kopen, dan moeten ze mij maar even berichten. En nee, ik ga in Groningen wonen. En ik werk in Assen. En Groningen, Hardenberg in combinatie met het werk, ja, dat vind ik te ver. En dat vind ik te veel tijd ben ik daarin kwijt. Ik heb thuis twee prachtige dochters die ik ook wat aandacht daarin wil geven. Ja, en ik ben eerlijk gezegd nog niet echt, ik weet nog niet wat ik ga doen. Of ik lager voetballen of ik heb het gevoel dat ik misschien gewoon iets anders ga doen. Tenzij er misschien een mooie club in de buurt zich nog gaat melden van mij. Ik ben begonnen bij FC Groningen. Ik ben nu, naar volgend jaar word ik 28. Dus het zou mooi zijn als ik bij FC Groningen kan afbouwen. Dat zou het leukste zijn. Maar ik denk dat wat niet heel realistisch is. Maar na 4 seizoenen wordt dit wel mijn laatste seizoen bij HHC. Dan wordt het iets van ACV dan of Bikwik 1887 of Achilles. Dat soort clubs denk ik dan. Hè? MSC, Meppel misschien. Ja, ik ga even kijken of dat voor mij inderdaad interessant is. Wat ik net al zei, ik heb natuurlijk 4-5 dagen in de week werk ik bij de Rabobank. Ik heb thuis 2 kinderen, wil ik ook gewoon een keer in zaterdags ook wel lekker vrij zijn. En ik voel voetbal nu 4-5 jaar op amateurniveau. En je bent toch 3 keer in de week s'avonds weg. Zaterdag vaak de hele dag weg. En tegenover mijn gezin is het ook wel fijn als je een keer het weekend thuis bent. En dat je dan ook andere dingen kan doen. Dus ik moet er zelf nog even goed over nadenken wat ik ga doen. Jammer dat je gaat vieren, want je hebt een fantastische dag natuurlijk. Dat zeker weten. Ik zei, we moeten niet te laat maken, maar we natuurlijk gewoon weer werken. Anders wordt een andere baas wat dan boos. Maar dat gaat helemaal goed komen. Die is toevallig ook de hoofdsponsor, die vindt dat wel goed. Rabobank is de hoofdsponsor. Ja, ik zit zelf in Assen dan. Maar ja, die leven is hartstikke mooi. Er waren ook heel veel mensen van de Rabobank zelf hier aanwezig. Ja, dat zie je ook gewoon, dat zij ook met me meeleven. En ik denk dat ik morgen ook van hun nog even een bedankje krijg. Ja, dat is gewoon heel erg mooi. HHC TV werd mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 Videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Hey, de tijd van HHC. Oh. Samen maken we HHC.